Hey, is dat een USB-stick of ben je gewoon blij me te zien? Een USB-stick? Ja. Ik heb de leerlingdossiers op een USB-stick gezet. Ik wil thuis nog even aan het werk. Maar niet heus. Wist je dat wanneer je niet versleutelde gegevens op een stick zet, dat dat kan leiden tot een datalek? Nee. Denk toch eens na, mensen. Wanneer je zoiets niet goed versleutelt, ben je volgens de GDPR strafbaar en kun je een hele hoge boete krijgen. Je kunt dus niet zomaar allemaal dingen gaan bewaren zonder dat het goed versleuteld is. Hier, neem dit nou. Dat is natuurlijk helemaal zo onveilig als het maar zijn kan. Weg ermee! Niet versleutelde gegevens op een USB-stick kunnen leiden tot een datalek. Voor het niet goed beveiligen van uw gegevens door werknemers kunt u hoge boetes krijgen. Voldoet u al aan de nieuwe privacy-wetgeving? Kijk op onze site en vraag een intakegesprek aan.